is een prachtige dag voor Toys for Boys 2.0. Om precies te zijn, de nieuwe Parrot Drone 2.0 quadricopter. Kan niet wachten. Vorig jaar, toen de eerste Parrot uitkwam, hebben we in een garage gevlogen, want er stond te veel wind. Nou, vandaag kunnen we hem waarschijnlijk buiten testen, want er staat slechts windkracht 2. En dat is mooi, want er zijn een aantal dingen vernieuwd aan de Parrot. Nou, op zich zie je dat in de eerste instantie niet. Want als ik hem hier even laat zien, lijkt hij nagenoeg hetzelfde. Maar ze hebben dingen veranderd zoals de camera. Die camera die hier zit aan de voorkant, die is nu 720p. Je kunt nu direct op een USB-stickje opnemen. En de software die is ook veranderd. Maar het allerbelangrijkste, de beste verandering, is dat hij veel makkelijker vliegt als voorheen. Nou, als eerste moet ik de batterij erin doen en deze binnenvliegromp, die vangt te veel wind buiten, die moet ik vervangen met de andere romp die speciaal gemaakt is voor buitenvliegen. Ik heb gelukkig 5 batterijen bij me, want wat niet veranderd is, is de batterijduur. Die is nog steeds slechts 10 minuten, dus als je zo'n Parrot koopt voor €300, dan krijg je er 1 batterijtje bij. Maar je wilde natuurlijk meteen 3 extra en ze kosten ongeveer €30 per stuk. Dus dat is best wel een hoop geld. En dan schakel ik even naar het wifi-netwerk van de Parrot. En daar is hij, klaar om te vliegen. Oeh, spannend! Ik had hem even niet onder controle. Kan je het wel zien, David? Nee, dat is echt prut. Dat ligt natuurlijk niet aan de Parrot. Maar aan deze nieuwe iPad die met dit licht gewoon bijna niet te zien is. Dus je moet echt op gevoel vliegen. Ja, je ziet wel wat, maar het is bar weinig. Die interface van Free Flight is ook veranderd. Dus je hebt nu echt een rubriek voor die foto's en die video's. Je kan een demo filmpjes kijken, je hebt een soort, noem het maar een app store achtig iets en dan kan je augmented reality games downloaden. En natuurlijk de interface voor het vliegen. Die is niet, op zich niet heel veel veranderd, maar er zijn een aantal schermen bijgekomen. Het is allemaal veel overzichtelijker. Je kan veel instellen. Dit is absolute control, dat kan je aan en uitzetten. Dat is die nieuwe mogelijkheid om makkelijker te vliegen. Als ik nou bij de eerste drone, Parrot drone, als ik het toestel omdraaide, dus de camera naar mij toe richtte, de voorkant naar mij toe richtte, als ik dan naar rechts met dat ding wilde, dus die kant op, dan moest ik links sturen. En dat hoeft nu niet meer, want er zit een nieuwe sensor in, een kompas, een digitaal kompas, die weet ten alle tijden waar dat ding en waar die heen wijst, waardoor rechts, gewoon rechts blijft, ik die kant op kan vliegen en eigenlijk kan je nu veel makkelijker sturen. Oh shit. Kom maar terug aan de drone. Oh, nou heb ik hem niet meer. Nee. Oh jee. Ik zie geen gebroken wieken. De batterij hangt er wel uit. Ik heb een vermoeden dat het goed gaat komen, want ik zie ook nog lampjes branden. Dit is trouwens wel het grote nadeel van de Parrot. Hè? Hij is ontzettend kwetsbaar, zowel binnen als buiten. Dus ja, het zal allemaal in je avonturen, met name in het begin zoals nu, zullen de dingen breken. Gelukkig kan je al die onderdelen wel loskrijgen, maar ja, uiteindelijk telt dat wel op allemaal. Maar Pieter, ik ben stiekem gluiperopnames aan het maken. Dit is ook nieuw trouwens. Nog een keer. Nog een keer. Toys for Boys 2.0. Tot de volgende keer. Yeah.